Wat ik heb gedaan, ik heb een presentatie in elkaar gezet. Dan heb ik hem gepresenteerd voor 7 man en dat vond ik best leuk en knap dat ik dat heb gedaan. Vandaag hebben we contracten getekend. We zijn naar een locatie zelf gegaan met allemaal leuke kinderen. We hebben een contract getekend voor een nieuwe speeltuin buiten voor de kinderen van 0 tot en met 2. En we hebben ook dus bij de opdracht oplossingen bedacht voor hoe we de jeugd van nu kunnen helpen om het ook leuk te vinden. Dus de eerste oplossing is, je kan met ze praten. Je kan langs scholen gaan en dan een rolspel erover doen. Dus bijvoorbeeld dat één iemand een probleem heeft dat op een kaartje staat en de andere moet proberen het op te lossen. En een activiteit te doen met de medewerkers, bijvoorbeeld bowlen of uit eten gaan. Wat wij vandaag doen, dat is het project Baas van Morgen. Eén keer per jaar voeren wij dat uit. En dan zijn er heel veel leerlingen die die voor een dag de stoel mogen overnemen van een baas. Dit jaar in Rotterdam doen er 80 leerlingen mee en nemen 60 plekken over van de bazen. Wat ik eigenlijk wou leren, wat mijn doel voor vandaag was, is om te weten hoe ik opdrachten moet geven en hoe een goede sfeer op werk moet komen. En ik heb daarvoor mensen geïnterviewd en wat daaruit is gekomen was gewoon met mensen in gesprek gaan, naar hun ideeën en planningen luisteren. En dat was mijn doel en ik heb mijn doel bereikt. Tijdens het bezoek aan het bedrijf heb ik geleerd wat het verschil is tussen een psychiater en een psycholoog. En we hebben geleerd hoe het is om met mensen te werken met psychische problemen. Wat denk jij ervan? Ja, ik vond het top. Je hebt de vraag beantwoord voor ons. Hoe we verzekeraars aantrekkelijker kunnen maken voor jonge mensen. Net zoals jij en je klasgenoten. Je hebt het top gedaan. Je hebt voor de groep gestaan. Klassenpresentatie gegeven. En allemaal tips en tricks voor ons achtergelaten die we als bedrijf kunnen gebruiken, man. Groot succes dus, denk ik. Ja, heel groot succes. Nou, dat wordt weer wennen, hè? Straks. Ja, moet ik het allemaal weer zelf gaan doen. Nou, inderdaad.